Ja. Roze muts, dus je weet wat dat is. Domme mama. Sarah en ik gaan nu Grease kijken. We zijn weer aan het knuffelen met Bodhi. Goedemorgen, het is maandag, de eerste echte officiële niet naar school vakantiedag. En ik ben aangekleed, zij heeft hetzelfde shirtje aan, shirtje Levi's, maar dat hè. Broek van, ook Levi's trouwens. En mijn laarzen zijn van Nubik. En Sarah heeft dus ook dit shirtje aan en dan een wit-blauw gestreepte broek van Virginio. Dus we matchen weer een beetje vandaag en ik vind het leuk om te matchen. We gaan boodschappen doen, maar ik moet tegenwoordig echt 10 minuten wachten. Want Alexander in zijn stoeltje in de riem. En nu Sarah in de stoel. Oh, nou ze heeft Alexanders kleren aan, dus het lijkt niet, een beetje dat niet. Dat is wel van Alexander, maar ze is altijd dutje gedaan. Ze moest toch wel kleertjes hebben om in te slapen. Oh, want dus dat is haar slaapkleertje. Ja, dat zijn ik snap slaapkleren. Het. Maar eigenlijk waren dat Alexanders kleren. Maar kijk, je ziet dat ja, een roze muts. Ja. Je ziet Annabel. Ja. Roze muts, dus je weet dat dat... Domme mama. Krijg jij gewoon een lekkere donut? Lukt het? Sarah en ik gaan nu Grease kijken. Of zoals Sarah zegt, Grease. Het is wel leuk dat ze nou die leeftijd heeft dat we die films die wij al van vroeger kennen kunnen kijken. Dus. En we hebben donuts en croissantjes. Wij zijn even naar het tuincentrum, want ik heb Faas gezien. En in mijn hoofd zijn ze heel leuk, maar ik wilde nog even in het echt kijken. En nu is Marco mee, dus we gaan gelijk even kijken of dat, trouwens Faas en bloempotten, of we die echt leuk vinden. Maar ze heeft de visjes alweer gevonden. Leuk hè? Ja. Sommige zijn best wel groter al geworden hè? Vorige keer waren ze kleiner. Kijk, heel veel visjes. En die grote zit allemaal onder. Die zwemmen laag en die kleintjes zwemmen allemaal hoog. Wat zit er nog meer? Die is best wel, dat lijkt wel een haaitje daar. Karpers en kooiparkers. Die heeft echt zo'n haaienvorm, die daar. Deze allemaal, vind ik, die je nu voor. Kijk, lijken net haaitjes. Dat zijn er niet, maar... Kijk, hier nog een keer. Helemaal naar boven. Kijk, en die ene vis, Sarah, daar kan je een beetje door... Kijk, daar kan je een beetje doorheen kijken, door die vis. Zie je die? En die? Kijk, ze hebben honger, want ze komen gelijk op mijn vinger af. Kino. Kino, Sarah. Je mag niet je vingers in het water doen, dat staat er. Oh, hij schrok die weer. Kijk dan. Boven, zie je dat? Kijk, zijn mondje. Zie je zijn mondje? Cool, hè? Ja. We hebben de nieuwe pot gehaald. En ik vind de kleur heel leuk. Alleen op beeld lijkt hij grijziger. En hij is wat goudiger. Ik kan niet helemaal uitleggen. En daar hebben we onze olifantsorde in. Die precies, hier is het blad kapot. Het enige blad wat niet helemaal mooi is. Maar ik vind de pot echt wel heel erg leuk. We zijn weer aan het knuffelen met Bodhi. Die een rabbit is. Rabbit. Kijk, rabbit. Baasje roept jou. Kijk of je er naartoe wil. Ga maar. Hij denkt niks ervan. Ik wil op onderzoek uit. Kijk je uit. Hij springt alleen voor de bank als je niet uitkijkt. Dat vind ik niet echt een veilige sprong. Ja, niet doen. Hallo, Bodhi. Hallo. Kleine rabbit. Echt, hè? Kijk, ik heb een muggenboel hier. En ik had er één op mijn beeld. Lekker, hè? Hallo. Zijn hump. Hi. Hij denkt ik kan rennen, ik wil niet geit worden. Ik wil rennen. Hi. Kleine poepie. Kleine poepedijntje is hij. Dat is toch wel lekker hè. Wij begonnen net aan een nieuwe serie. Die serie heet Dark. En ja, die stond goed aangeschreven, maar we kwamen erachter dat die Duits is. En dan zet je hem aan en dan is hij eerst nagesynchroniseerd. Nou, dat vinden we echt heel irritant allebei. Dus nu zijn we hem in Duits aan het kijken. Nou, versta ik wel redelijk Duits. Alleen niet zo goed dat ik echt die serie erop kan volgen. Met alleen luisteren. Dus, maar ik ben altijd bezig ondertussen. En dat gaat dus nu niet. Want dan mis ik dus wel nu de ondertiteling.
Marco is nu naar bed gegaan, dus ik ga even editen en even thee zetten en wat te eten maken. Ik ben niet eens heel moe, ik weet niet eens waarom ik nou echt per se ga. Maar goed, wat ga ik eten? Ik heb die perziken nog. Ik vind het trouwens irritant met wilde perziken. Dan zijn ze eigenlijk nog niet eens echt rijp. En dan gaan ze ook alweer kapot tegelijkertijd. Maar ze zijn zo lekker. Dus ja, ik ga het er toch maar mee doen. Ik hou van wilde perziken. Oh, kijk trouwens, dit was ik helemaal vergeten te laten zien. We waren natuurlijk in het tuincentrum en Sarah doet wel eens verspek en bonen op in de tuin. Toen zagen we deze kleine werkhandschoentjes. Dus nu heeft ze de eigen tuinhandschoentjes. Echt te cute en zijn echt klein. Ik heb natuurlijk ook kleine handen. Maar, kijk. Mimi, echt zo schattig. Dus dat, ja... Ik ben benieuwd of ze er ook wat mee gaat doen in de tuin. Jee, er staat een nieuw seizoen van Suits Online. En ik hou ook van die serie. En nu kan ik seizoen 8 gaan kijken. Ik ben alleen nu, Marco is naar bed. Dus, jee. Ik kan er gewoon niet meer van maken dan jee. Het is weer duidelijk vakantie. 2:15. En ik ga mijn bed in. Dus nog even de vlog afsluiten. Vergeet niet een duimpje omhoog en een leuke reactie achter te laten. En als je nog niet geabonneerd bent, klik hieronder even op abonneren. Maak je me heel blij mee. En dan zie ik je natuurlijk morgen graag weer. Doei doei!